Ik ben Ajit Bakkas voor Café Weltschmerz en vandaag gaan we het hebben over de toekomst van olie en energie. Te gast zijn twee toekomstkijkers, Wim de Ridder, futuroloog aan de Universiteit Twente, en Rob Kremers, met wie ik samen het boek schreef Leven zonder olie. Rob, ons boek Leven zonder olie kwam in 2007 uit. En in het kader van de research gingen wij onder andere in 2006 op bezoek bij Wim de Ridder. Kun jij nog eerst even voor de kijkers hoofdlijn de conclusie van het boek noemen? Ja, wij zaten toen in een periode dat de oliemarkt zo in beweging was dat het thema heette peak oil. Peak oil betekende de wereld vraagt steeds meer, want de bevolking groeit steeds, de bevolking wordt ook steeds rijker en vraagt steeds meer olie. Terwijl het aanbod gaat stagneren, want er is maar zoveel olie in de wereld. Er was nog geen sprake van schalie en al die dingen. Het was gewoon olie uit de grond gepompt en dat zou dus te weinig zijn voor de vraag die er was. Toen hebben we besloten, daar gaan we een boek. Hoe leef je nou zonder olie? Wat kom je dan tegen? Wat kunnen we verwachten? Dat was de reden voor het boek. Daar hebben we het toen uitgebracht. En in dat kader zijn we gaan zoeken en mensen gaan spreken, zoals Wim. En toen kwam bij jou in 2006, Wim. En vertel, wat vond jij er toen van? Ja, ik was niet zo onder de indruk van de gedachte van die peak oil. Omdat ik eigenlijk al vanaf de jaren 90 in de digitale technologische ontwikkeling zat. En ik zag hoe dat ging. En ik keek naar de energiemarkt en ik zag met name zon opkomen. Heel klein, maar dat is juist het interessante. Want de eerste computer was ook maar heel klein en onbetekenend. In die tijd was de zonne-energie qua volume nog heel, heel gering. Maar de ontwikkeling, zeker in de kosten en zeker in het volume, die was erg sterk. Sterker nog, het was een rechte lijn, maar dan een logaritmische lijn omhoog. Een lijn die we ook in de computerindustrie hadden gezien. En dus met andere woorden, er was een parallel tussen datgene wat in de ICT-markt gebeurde en wat op energiemarkt gebeurde. En op zonne-energiegebied. Op zonne-energiegebied. En ik had wat studie gedaan van de discussie over de wet van Moore. Want dat was de wet voor de semiconductors. En men had in de jaren 70 ook al gezegd, het is maar zo klein, het wordt nooit wat. En na een paar jaar zeiden ze, over 5 jaar is het afgelopen en dan wordt nooit wat. En nu hebben we vorig jaar 50 jaar wet van Moore herdacht. Maar, Wim, dat was voor mij toen helemaal duidelijk. Ik was dus sinds de 70er jaren in de wet van Moore bezig, want daar was ik bij al die bedrijven. Ja. En wist dus dat deze wereld een andere wereld is dan de wereld van computertjes. Hier hebben we weliswaar te doen met zonne-energie die dus uiteindelijk iets zou kunnen brengen. Maar de wereld van autootjes en het grote vervoer, vooral vliegtuigen, dat is allemaal olie. En er zat geen enkel vliegtuig met zonnepanelen aan te komen. Dat was voor mij het verschil. Dus ik had duidelijk voor ogen, deze wereld verschilt. En ik denk, ben ook sterk van mening dat het hele andere beeld dat we nu hebben te doen heeft met het feit dat schalie erbij kwam. Fracking in Amerika. Amerika in plaats van de grootste importeur werd de grootste exporteur van olie. Nou, dat was natuurlijk toen wij bij jou waren in 85... of in 86, 87, niet in beeld. Nee. Dus daar, ik werd verrast, maar uiteindelijk moest ik zeggen, Wim had gelijk, want het probleem is niet zo gekomen zoals ik dacht. Nee. Maar dat door schalie, Wim? Nee, kwam niet door schalie. En het is, kijk, schalie is natuurlijk wel geholpen door het feit dat de technologie vooruit ging, dat men goedkoper kon gaan boren, dat men veel meer betere apparatuur had. En überhaupt de prijs om die schaliegas omhoog te krijgen, die ging ook naar beneden. Maar schaliegas is niet de grote gamechanger geweest in de markt. Nou, de gamechanger is dus dat Amerika niet meer de grootste importeur was. Amerika werd exporteur. Dus je bent ineens de grootste klant kwijt. Natuurlijk heb je dan voldoende olie. En dat zie ik vandaag weer, want ik kijk een plaatje vandaag in de Wall Street Journal. De supply gaat een beetje omhoog, maar de demand gaat sterk naar beneden. Ja. Dat hebben we sinds 2008 ook heel sterk meegemaakt, hè? Door de economische recessie. Ja. En je had dus in feite ineens Amerika als aanbieder en minder requirement.
Dus uit, dit is allemaal dagprijzen. Mm-hmm. Want het lijkt voor de mensen vaak zo dat we enorme plassen olie over hebben. Dat is natuurlijk onzin. Want als je vandaag iets minder verbruikt dan wat je aanbiedt, dan raken die olieschepen vol. Gaat onmiddellijk de prijs naar beneden. Dus uiteindelijk raakt olie natuurlijk wel op. Nee. Alhoewel, we zullen waarschijnlijk niet zo ver komen. Daar ben ik dichter bij jou weer. Ja, ja. Maar nu begint jouw wereld een rol te spelen, maar niet op vervoer. Nee, maar nee, even. Je moet twee dingen zien. Aan de ene kant de productie van de energie. Dus je ziet dat zonne-energie, die verdubbelt in volume elke 2 jaar. Ja. Maar dat betekent wel exponentieel. Van 1 naar 2 is maar heel, heel weinig. Maar van 10 miljoen naar 20 miljoen, dat zijn hele grote stappen. En op dit moment zitten we in dusdanige stappen, dat we, als we nog 7 keer verdubbelen, dus over 14 jaar, en die lijn gaat door, dan is de hele energievraag, kan helemaal gedekt worden uit zon. Ook van vervoer? Ook de auto's? En dan is de vraag van, pakt de auto dat mee? Ja. En dan zeggen we van, dan kijk je naar het vervoer. Ja. En dan zie je wat gebeurt er in de batterijtechnologie. Weinig. In de batterijtechnologie is revolutionair. Want daarvan zie je een prijsdaling die ook 10% per jaar is. Dus ook 50% iedere 4 jaar. Daar zie je nu een hele grote doorbraak. Hè. Dus dat betekent dat dus nu de nieuwe batterijen, ook de Tesla-batterijen in 2017, hebben een actieradius van 1000 kilometer en een oplaadtijd van 3-4 minuten. Mm-hmm. En die gaat nog. Wanneer is dat? 2017. Dus volgend jaar dus. En in 2020 wordt die actieradius 1500 kilometer. Dat zijn getallen die mij niet bekend zijn. Maar dat geeft niet. Maar dat betekent wel, omdat ze met Panasonic die hele grote gaan bouwen. Ja. Die is nog niet gebouwd. Die is. Hij is in aanbouw. Die is helemaal in aanbouw. Ja. Maar er is dus een. En er is nu een. Dus de technologie zelf is dus revolutionair verbeterd in de laatste 3-4 jaar. Nou heb je het over het systeem van de batterij is eigenlijk nog steeds als meneer Volta dat bedacht heeft. Want er zit in feite, bij die chipwereld is natuurlijk enorm veel gebeurd, maar in die Volta-wereld niet zoveel. Hè? Want het gaat ook veel langzamer. Als ik kijk naar de prijs van accu's en batterijen, is dat lang niet zo revolutionair. En zeker de capaciteit niet. Hè? Dus je gaat nu de winkel bij Blokker binnen en je kijkt dus wat er aan batterijtjes hangt. Jongen, die doen het echt niet beter dan 5 jaar geleden. Ze kosten niks minder. Maar die dingen in de accu's, die zouden die dus wel beter lithium-ion batterijtjes zijn heel duur en heel zwaar, waardoor die elektrische auto nog niet zo lekker performt. Als dat nou inderdaad de helft van het gewicht zou zijn en dubbele capaciteit voor de helft van het geld, dan bas je natuurlijk, dan kun je wat verwachten. Maar dat zie ik nog niet komen. En ik ben de hele dag met al het nieuws bezig, ik zie het niet. Nou. Ik doe niet anders dan dit, hè. Ik geef er lezing over, ik zie helemaal niks. Maar jij ziet ze wel komen? Ik lees al die verhalen over de nieuwe batterijtechnologie. En ik lees de verhalen over de productie ervan. Maar bedrijven als Tesla, daar zijn de aandelen nu juist voor aan het kelderen. Ja, omdat de beleggers dat toch een beetje twijfels hebben. Een beetje de hoop op. Maar het is natuurlijk ook heel klein. Hè? Dus minder dan de helft van de procent in de wereld. Ja. Vergeleken met General Motors is het helemaal niks. Hè? Ja. En al die andere jongens die produceren benzinevretende auto's. Ja. En dan zitten er honderden miljoenen in de wereld. Ja. En die komende 10 jaar zijn ze niet weg. Want die blijven lang rijden. Meestal in Afrika nog heel lang. Hè? Maar dan worden ze 20 jaar oud. Dus voordat die eruit zijn en dit requirement dus afneemt, die behoefte aan olie afneemt, moet je eerst die enorme. Maar soms kan het snel gaan. Hè? Soms kan het snel gaan. Denk je dat het uitfaseren van de benzineauto's en vervangen door elektrische of hybride, dat het sneller kan gaan? Ik zie alleen die prijsdaling. Ik zie dus dat in een Tesla zitten maar 20, 25 bewegende delen. Ja. En de nieuwe serie elektrische auto's zijn goedkoper dan de vorige. Dus die prijsdaling die je ook in de computerwereld krijgt, die ga je nu ook in de auto's krijgen. Maar Wim, ik wil er iets bij zeggen. De Tesla's die we in Nederland wel zien, hè, die zie je bijvoorbeeld in Duitsland helemaal niet. Want daar is dat belastingvoordeel niet. Hier, Nederlander koopt een auto op belastingvoordeel. Ja, ja. Ik had een Tesla goedkoper kunnen rijden dan de auto die ik nu rijd. Ja. Puur op belastingvoordeel. Ja. Als dat niet het geval is, zeg je natuurlijk, dag, ik ga goedkoper. Hè? Dus in de rest van de wereld rijden ze geen Tesla's. Nee, maar dat belastingvoordeel dat gaat er overal vanaf. En is ook helemaal niet meer nodig. Omdat we diezelfde auto's gaan we natuurlijk veel en veel gemakkelijker zelf maken.
Ik denk dat we moeten kijken naar China. Hè. En daar zit je veel dichter bij jouw wereld. Ja. Want als ik kijk, dat daar wordt het ook inderdaad enorm gepusht door de Chinese staat. Omdat ze van die vervuiling af willen. Dus daar zie ik een gebied dat inderdaad sneller kan komen met elektrische auto's. Dat hebben ze met de elektrische bromfietsen gedaan. Dat heeft er voor mij 100 miljoen of zo van die dingen. Het zijn, in de hele wereld is dat maar heel klein hoor. Nee, okay. Dus dat is een hele kleine markt. Als je China kijkt, die, op verschillende fronten doen ze dat. Die pakken de nieuwe digitale kennis. En maken dan de grote fabrieken. Dat doen ze in de genetica, doen ze dat. Dat doen ze nou, dat gaan ze dan ook in de chips doen. In de zonnecellen doen ze het. En dat gaan ze dan ook in batterijen gaan ze dat doen. Zijn ze ook mee bezig, zonder meer. En dat is dan voor de Chinese markt, zeg maar. Want exporteren doen ze nog niet veel. Maar de rest van de wereld, waar dus het grote gebied is, bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Hè, waar natuurlijk ongelooflijk veel autootjes, heel veel rijden. En dat is bijna geen elektrische auto te vinden. Nee. Want Tesla heeft maar een heel klein aandeel daar. Hè? Ja. En de rest zijn allemaal van die Kanya-trucks. Ja, 1 op 3. Kijk maar, dat is de vreedolie. Maar kijk, als je in die exponentiële ontwikkelingen gelooft, dan ben je niet zo bang voor die kleine markt. Hetzelfde met de zelfrijdende auto. Hoeveel zelfrijdende auto's hebben we nou? Ja, bijna niks. Bijna niks. Nee. Maar dat gaat wel komen. Nou, vervolgens komt hij ineens heel snel binnen. Hè? In Tesla zit nou de beta-versie. Ja. We hebben nu overal zijn we ontzettend blij dat we 4G-netwerk hebben uitgerold. Ja. We weten dat in 2021, waar zijn al die grote maatschappijen mee bezig, komt 5G. Ja. Dat is dus 1000 keer zo snel als 4G. Enorme verbindingen. En wat is de grootste klant van 5G? Dat zou wel eens de zelfrijdende auto. Precies. Maar dat is los van elektrisch, want die kan net zo goed de benzine rijden. Maar het feit dat we dus al denken dat wij die zelfrijdende auto, die nu heel klein is, want dat is nog geen 100% van de markt. Ja. Dat de grootste... Na 2025 verwachten we zelfs dat het een kwart zou kunnen zijn. Nou, precies. Ja. Maar dat is helemaal los van de elektrische. En dan zijn mensen zoals ik, die kijken dan naar die batterijtechnologie en naar de stroom. Want in 2025, 2023 is elektriciteit gratis. En dat is een beeld wat we eigenlijk al zo rond 2007, 2008 begon dat te komen. Dat we die lijn doortrokken. En als je die lijn doortrekt, zie je dus dat je ook de laatste 10 jaar... is de ontwikkeling ook precies volgens die lijn verlopen. En daarmee zie je op dit moment dat dus de zonne-energie de grote veranderaar is in het systeem. En komt daardoor dat elektriciteit gratis is? En dan is het grote probleem dat het andere elektriciteit is dan de elektriciteit die dus uit olie en gas komt. Ja. Want als het in Duitsland een beetje waait en een beetje zon schijnt, dan gaan alle centrales dicht. En dan zie je dat er in Nederland dus energie binnenkomt, waarvoor je dus betaald krijgt als je het afneemt. Ja, een negatieve prijs, dat klopt. De negatieve prijs. Dat is ook een paar jaar geleden, was het natuurlijk echt... Maar heel instabiel, hè? Want vandaag schrijft de IT-industrie ook, dat is veel te instabiel. En wat we duidelijk hebben, je ziet dus het olieverbruik in die autootjes steeds minder worden. Ja. Dus die motoren, vanwege de nieuwe eisen uit de hele wereld, overheden, worden ze veel zuiniger, moeten ze ook. Hè? Ze worden beter... Beter gebouwd. Die nieuwe BMW van mij, die is extreem. Die is extreem zijn. Absoluut. Ja, ja. In vergelijking met vroeger is dat alsmaar beter aan het worden. En tegelijkertijd hebben we dus de laagste olieprijs sinds ongelooflijk lang. Ja. Dus het incentive om over te schakelen op stroom is elke dag minder met de mate die olieprijs zo laag blijft. Als namelijk je vraag naar olie door elektrisch nog verder zou dalen, dan wordt het olieprijs, dan wordt de olie nog goedkoper. En dadelijk zit je weer op een olieprijs van $10 of van $5. Ja, dan kun je met geen enkel zonnepaneel tegenaan concurreren. En dat is het probleem, dat is de dynamiek in de markt. Hè. Zodra zijn vraag omhoog gaat, gaat deze vraag naar beneden. Ja. En gaat de prijs ook naar beneden. Wat denk je daarvan, Wim? Nou, totdat wij die elektriciteit, die zonne-energie anders gaan gebruiken. Want als die ontwikkeling naar die klimaatneutrale woningen en gebouwen doorgaan. En we gaan naar de folies die er nu zijn met zonnecellen. Daar krijg je echt stroom van die op toren nog maar 2 of 3 cent per kilowatt is. Die leg je op daken. Er zijn dus de nieuwste ontwikkelingen is dat je gewoon in je dubbel glas de folies hebt. Precies, maar die cellen erin. En daarmee heb je dus eenmaal geïnstalleerd en je hebt altijd stroom. En als dan die accu's ook nog eens keer 72 uur garanderen dat je dan altijd nog genoeg stroom hebt, dan daar zit nog een punt.
dan maakt het die olieprijs niet meer uit. Want je hebt geen apparatuur meer waarmee je dus olie doet. Ik heb 30 panelen op mijn dak liggen. Ja. En ik moet zeggen, op het ogenblik in Nederland is het natuurlijk zo dat je die accu niet wil hebben. Omdat het een hele dure oplossing is, terwijl ik nu gewoon het net kan terugleveren. Ja, dus dat is natuurlijk fantastisch wat we nu hebben. Ik heb dus in feite, vorig jaar was in mijn nogal grotere huis een stroomrekening van €107. Dus je kunt je nagaan dat ik heel veel zelf opwek. Ja. Maar dat staat nog steeds los van deze. Maar die salderingsregeling is er over een paar jaar vanaf. Ja. Denk je dat echt? Ja. Want daarmee heb je dus al die duizenden, honderdduizenden Nederlanders die het nu op het dak hebben. Ja, dan mag je. Dus jij denkt dat de overheid de stekker eruit doet? Ja, dat mag je. Dat, dus dan moeten we naar een Tesla-batterijtje? Dan moet je dus zelf gaan verbruiken, dan moet je dus zelf gaan doen. En dan door mijn stroomleverancier van deze week al aangeboden werd. En als je dat dan met elkaar in een wijk doet, krijg je nog een keertje die peak shaving, zoals we dat noemen. Dan wordt het een ander beeld. Hè? En dan wordt het een ander beeld. Ja. En dat is de toekomst. Wim, als ik nou, wat ik geweldig vind, iemand aan MIT, een collega van jou, houdt zich bezig met fotosynthese. Ja. Volg je dat ook? Ja. Is dat een haalbaar iets, lijkt jou? Denk jij? Nou, het is natuurlijk wetenschappelijk ontzettend interessant. Want dat is interessant. Dan pak je de natuur op. Ja, precies, en dan ga je inderdaad. Want als ik nou eens zeg, van wat komt nou steeds weer voor? Eén keer in de maand is daar weer nieuws over. Hè? Maar, en dan blijkt dus dat hij iets in elkaar gefreubeld heeft. Leg het even uit voor de kijkers, dat fotosynthese. Het is natuurlijk wat de plant mee werkt. Hè? Wat, trouwens, in de cel zit de mogelijkheid om fotosynthese te doen. Dus je kunt zonlicht omzetten naar energie waar die plant van groeit. Dat is natuurlijk geweldig. Dus als ik dat kan nabootsen met een kunstmatig blad, hè, want dat heeft hij gemaakt, dan kan ik dus in feite stroom opwekken met zonlicht direct. Hè. En we kunnen ook zeg maar, met dat blad van hem kun je waterstof waterstof en zuurstof scheiden. Dus met dat blad zou je dus twee tankjes kunnen vullen, een zuurstoftank en een waterstoftank. En dan heb je natuurlijk een brandstofcel met waterstof. Dat is fantastisch, elektrisch rijden. Als ik waterstof heb, dan kan ik dat direct aan mijn brandstofcel voeren. En die brandstofcel, die verbrandt het niet, maar die zet het om naar elektrische energie. Hoe snel denk je dat dat komt, Wim? Nou ja, dat is de ene toepassing. En daarom de wet van Moore? Nee, maar de andere... Dat is wel Moore-achtig, hè? Ja, maar de andere oplossing zie ik nog wat makkelijker. Dat er is heel veel overschot aan duurzame energie, omdat het op de verkeerde momenten komt. Ja. Ja. Dat betekent dus dat je die elektriciteit is gratis. Ja. Daar kan je waterstof van maken. Vroeger was waterstof erg duur. Maar omdat je toch ontzettend veel windenergie hebt, vooral die grote windparken. Dus het stormt. Wat doe je met al die stroom? Waterstof maken. En dan haal je CO2 uit de lucht. En dan krijg je methaangas en dan krijg je dus al die gassen die kan je mee vermengen in het aardgas. Dus dan haal je ook CO2 uit de lucht met de waterstof die dus heel goedkoop geworden is en die verbind je bij elkaar. Krijg je aardgas. Die link niet helemaal leggen. Maar wat ik wel weet is, als ik waterstof kan hebben in een tank. Ja. En ik zou dus mijn tank kunnen vullen met waterstof. Dan kan mijn brandstofcel dit omzetten in elektrische stroom. En dan rijd ik elektrisch. Ja. Dus dan heb ik in feite geen CO2-uitstoot. Nee, precies. Dus in het proces komt geen CO2 meer vrij. Precies. Ja. Wat gaat dit allemaal met olie doen? Als je nog kijkt naar het Internationaal Energieagentschap. En alle anderen die daarmee in de weer zijn. Ja, maar je moet toch een ander punt meenemen. Want als olie gebruikt wordt voor de hele grote industriële processen, dan moet je ook zien dat dus de nieuwe producten die op de markt komen allemaal lichter zijn en van andere materialen zijn. Dus je ziet al dat over de hele wereld het aantal hoogovens minder wordt. Dat de aluminiumsmelterijen hebben we al een aantal gesloten. Dus die hele grootverbruikers van die energie in de wereld, ondanks het feit dat de economie groeit en dat men altijd zegt de totale energievraag gaat door, daar zie je op een gegeven moment een vermindering van. Dus we gaan veel meer met kunststoffen werken dan met staal en dat soort zaken. En dat kost minder energie. En dan komt er over een aantal jaar komt graveen er nog een keer bij. Ja. En graveen is in feite is dat koolstof. Ja, met enorm veel technische mogelijkheden. Ja, en daar, om dat te produceren heb je een heel ander energiebeeld. Dus het productieproces van de grote fabrieken worden ook steeds energiezuiniger.
Okay, dat betekent dus, dat, dus de industrie heeft minder olie nodig? Ja, dus dat de consument meer energie gaat gebruiken en meer gaat rijden en meer gaat doen, dat geloof ik wel. Maar daar zit toch wel meer een duurzaam component in. Maar dat de grote afnemers van de grote energiebedrijven, die gaan minder energie gebruiken. Maar dat is jouw mening. Jij vroeg dus naar International Energy Agency. Ja. Die zien nog steeds een stijging. En als we kijken naar de laatste berichten van vorige week, van Shell, van Exxon, van BP, noem ze maar op. Die zien allemaal dat we in 2035, 2040 meer olie verbruiken dan vandaag. Dus er is consensus in de oliewereld en de International Energy dat de vraag in totaal blijft stijgen. En dat komt omdat we van 7,2 miljard mensen naar 10 miljard, naar misschien wel 12 miljard mensen gaan. En de levensstandaard van die mensen aan het verbeteren zijn. Dus er wordt veel meer gereden in Afrika en in Azië dan ooit tevoren. Ja, dus het verbruik, ja, te voet en op de koe. Maar laten we zo zeggen, nu is dat inderdaad de laatste getallen, en die heb ik je gestuurd ook. Daar zie je dus 2035, Shell zegt zelfs geloof ik, 2040. Dan zou het wel eens een top kunnen bereiken. Daarna afvlakken naar beneden. Maar die zien voorlopig dus nog stijging. Maar, ja, Wim, jij bent over dat IAE, dat Internationaal Energieagentschap, wat kritisch. Maar dan moet je een ander plaatje van de IAE tegenoverstellen. Hè? Dus die doen ook altijd hun prognoses over de hoeveelheid zonne-energie. En die zitten dus structureel altijd erg laag, omdat ze daar niet in geloven. En nou, een van de laatste prognoses, dat was heel interessant. Dan pakken zij dus het verleden. Dan zien ze de exponentiële ontwikkeling. Want die kan niemand ontkennen. Mm-hmm. En dan zeggen ze eigenlijk op een gegeven moment, ja, die groei stagneert. Net zoals ze dat in de jaren 60 over de computers zeiden. Ja. En die zeiden, het kan nooit meer worden dan 10% van de totale wereldenergielijn. Nou, het interessante was dat Shell in 2008 een publicatie heeft gemaakt dat het nooit meer kon zijn dan 1%. Dat hebben ze zelf Nature meegehaald met dat artikel. Dat wordt ook nog vaak met enige hoongelach toch nog wel geciteerd. En nu zegt het internationaal Energie Agency dat 10% het maximum is wat we überhaupt technisch voor elkaar zouden kunnen krijgen. Op het gebied van zon. Ja, en wat zeggen ze over olie? En over de olie, dat weet ik niet, maar ik heb een beetje op zon gericht. Ja. Dus dan zie je dus dat ze aan de ene kant elk jaar moeten zeggen, ja, onze prognoses waren te negatief en het is toch beter gebleken dan we ooit gedacht hadden. Mm-hmm. En dat vind ik het grootste probleem in dit soort gremia. Ze blijven dus heel negatief zijn en ze zeggen dus dat er in 2020 een knik komt en dat er dan het einde van de ontwikkeling van zonne-energie is. En terwijl je dat niet voorziet. Terwijl ik dus zelf zeg, van ja luister, het zit helemaal vast aan de digitale technologie. De zonnecellen zelf die zitten langzamerhand op nanoniveau, net zoals als we de chips op nanoniveau aan het maken zijn. Voor een deel met dezelfde machines wordt het gemaakt. En ik zie gewoon, als je de research ziet, dat men telkens weer naar nog efficiëntere, nog kleinere en nog betere zonnecellen gaat komen. Dus die ontwikkeling is er nog lang niet uit. Ja, de solar, zeg jij, wordt veel beter dan wat het energieagentschap voorspelt. Maar ik vind het zo erg dat er dus 150 man in Parijs zitten die dit soort prognoses over de wereld brengen. Waar iedereen dus naar zit te kijken. Ja. En iedereen weet dat men al 10 jaar lang verkeerde prognoses maakt. Die bijgesteld moeten worden. Dat kan je ook zien. Ik heb ook daar die plaatjes voor. En dat we nog steeds denken dat IA gelijk heeft. Ja. Maar Rob, jij zegt dat IA zegt over olie. Ik heb het over olie inderdaad. Oh, dat wordt, ja. Olie stijgt nog steeds. En dat zal nog jaren doorstijgen vanwege het momentum. En het feit dat mensen dus meer autootjes kopen en meer rondrijden, et cetera. En dat nu die opkomende landen ook steeds meer olie willen hebben. Dus de totale wereldvraag naar olie neemt nog steeds toe. En die zal toenemen tot 2035. Wat denk je daarvan, Wim? Nou, ja, het doet mij aan Kodak denken, hè? Vertel. Nou, Kodak, de grote producent van filmrolletjes. En die hadden een geweldige mooie lijn. De totale markt, mensen gaan steeds meer foto's maken. En die digitale camera waar ze van zij de eerste patenten hadden, dat was maar één klein stukje, dat was maar nog een half procentje of nog veel minder. Hebben ze zelfs geprobeerd weg te drukken. Nou, weg te drukken. En ze zeiden, jongens, die filmrolletjes zijn zo fantastisch, want die markt die blijft groeien. Ja. En dus gingen ze in 2012 kapot met 125.000. Kijk, en daar verschillen wij dus, want ik denk dat het Kodak voorbeeld hier totaal niet van toepassing is. Deze wereld is keihard een oliewereld. Er zijn bepaalde delen in onze wereld die drijven op olie en die blijven drijven op olie, omdat we gewoon niet anders kunnen. Met je elektrische ding, ik zie geen vliegtuig op Schiphol starten met een elektromotor. En dat zit er gewoon niet in.
Terwijl we wel steeds meer vliegen en steeds meer mensen willen vliegen, et cetera. En het kaartje moet komen worden. En de grote schepen ook nog niet. En er komt dus bij dat die bloody olieprijs nog eens een keer zo sterk daalt ook nog. Dus je ondermijnt het economische model ook nog eens een keer. Maar er zijn een aantal dingen die kunnen gewoon niet anders dan op benzine. Wat denk je daarvan? Nou, je hebt er vast... Een aantal dingen kunnen niet anders. Nee, maar je hebt een hele grote investering in de oliesector gedaan. Enorm. En dan zie je op een gegeven moment de vraag wegzakken. Al die raffinaderijen, de infrastructuur. Alles, ja. En dan is de economische wet is marginale kosten en marginale opbrengsten. En daardoor daalt het dan op een gegeven moment. Omdat er enorme capaciteit staat die op een gegeven moment die productie doet. Ja. En dan is die erg gevoelig voor een daling. Ja. En dat zie je ook. En nu is er nog weer een angst voor een nieuwe recessie. Nou ja, en dan praat men elkaar een geweldige daling. Maar die markt is zo gevoelig op dat evenwichtsniveau. Absoluut, ja. Dat als het maar even iets naar beneden gaat, dan zakt die weg. Ja, en net als nu, dat veel mensen zeggen, ja, maar als Iran nu straks zijn olie gaat verkopen, en die hebben ook hele grote voorraden, dan daalt de prijs nog verder. Ja. En intussen, elk elektrisch autootje dat in Nederland op de markt verschijnt, verschijnt er alleen omdat er een belastingvoordeel aan zit. Anders kocht niemand hem. Nee. Want het heeft te veel nadelen gewoon. Je kunt, als je met dat ding wegrijdt, kun je niet zeggen van ik tank even snel onderweg en ik rijd door. Nee. Die infrastructuur is er niet. Kip en ei situatie. Dus een heleboel mensen zeggen hij is A duurder. Het duurt lang om op te laden, et cetera, et cetera. Dus ik koop wel een ander autootje. Ja. Ik heb nu een hybride besteld. Heb jij een hybride? Ik heb een hybride BMW 7 besteld. maar dat is, geef ik ook eerlijk toe. Hybride omdat... in de vorm van elektrisch en stoom. Hij heeft een stopcontact. Nee, benzine plus een stopcontact. Maar dan kan ik vlak voor mijn deur opladen. Dan kan ik ook vlak voor de deur staan. Je moet niet te ver willen lopen als Suriname. Maar je hebt geen zonnepanelen? Nee, ik heb geen zonnepanelen. Nee, maar dat kan niet op je dak. Nee. Dus je hebt in feite dadelijk een plug-in hybrid. Yes. Je kunt hem elektrisch opladen. En dan leg je dus over je trottoir leg je een kabeltje in. Precies, en dan loopt iedereen overheen. Gastouwtje springen. Het is een beetje moeilijk bij jou, hè? Maar het kan dus wel. Maar je kunt voor je deur kun je niet eens parkeren, toch? Nee, ja, maar ze hebben voor die elektrische auto's wel een laadplaats. Maar zie je nou in feite de soort vraag die ik nu stel? Dat is een nadeel daarbij, hè? Ja. En een heleboel mensen zeggen, hoe moet ik dat doen? Ik woon in Amsterdam, ik kan mijn auto daar niet neerzetten. Hoe moet ik dat ding nog opladen? Ja. En dan is het ook van aard is duur. Want als je echt de volle prijs zou moeten betalen uit dit, dan is die hartstikke duur. Want die hele installatie die erbij komt, je hebt een elektrische motor en een gewone motor nodig. Ja. Dus die wagen is normaal, zonder belastingvoordeel, onbetaalbaar. Nee, is ook zo. Ik heb er een belastingvoordeel bij, dat klopt. En dat is dus de redding is in dit geval de belastingvoordeel. Maar het nadeel is dat die benzine zo goedkoop wordt. Maar Wim, als dan die belastingvoordelen voor elektrisch en hybride naar beneden gaan... En als tegelijkertijd die olieprijs verder blijft dalen... zeker als Iran straks nu zijn olie op de markt brengt... Is het dan nog interessant voor mensen om door te gaan met die innovatie... als ze denken, joh, die olie is zo goedkoop, waarom zouden we? Nou ja, ik denk veel extremer. Ik denk dat op een gegeven moment wordt autorijden wordt helemaal gratis. Door het feit dat die prijsdaling gaat door in het printen van de auto's. Er zijn al mensen die zelf een elektrische auto printen op het ogenblik. Dat is, en er wordt vergunning voor aangevraagd om er weer op de weg te mogen. Ja, dat doen dus de productie van die auto's wordt goedkoper. Mm-hmm. Want een elektrische auto... Dan koop je hem goedkoper. De robotiseren zit veel minder onderdelen in dan in een normale auto. Ja. De energie wordt goedkoper, de batterijen worden goedkoper. En dan heb je dus een heel goedkoop alternatief. En die blijft altijd aan die benzinemotor knagen in die hoeken. Maar je ziet hem toch niet in een zelfgeprint autootje rijden? Nee, dat niet. Nee, het is een beetje zo'n design, dan kan het dan wel. En als op een gegeven moment, als DHL en zo nu beginnen met autonoom logistieke systemen, dat de pakjes worden neergezet, dan zijn dat elektrische auto's. Dat zijn dat die dus zelfrijdend zijn, waar de mensen met hun eigen... iPhone, de laadklep kunnen openmaken voor hun ding. En daar wordt het toch ook mee geëxperimenteerd. Maar ook de bezorging met de drones, hè? De pakjes per drone, die zijn ook allemaal... Dat is allemaal gevoel. Maar kijk nou naar de vliegtuigen en de grote vrachtschepen, de cruiseschepen, wat dan ook. Dat is allemaal olie. Dat is olie. En wat zie je daar dan in gebeuren? De vliegtuigen en de grote schepen. Als je kijkt naar grote vrachtwagens en alles. En de grote vrachtwagens en alles. Ja. In de vliegtuigen begint nu... Ja, de Airbus heeft nu net een nieuw vliegtuigtype, maar dat zijn raketmotoren op waterstof. Maar ja, dat zijn de laatste hele moeilijke dingen. Kun je er al op vliegen? Nou ja, ze hebben een prototype op de tekentafel liggen. Okay. Maar dat gebeurt weinig hoor. Er gebeurt heel weinig. Heel weinig. Maar neem de Hyperloop van wederom onze Musk. Onze grote Tesla-vrienden. Nou, die Hyperloop, dat is die vacuumbuizen. Ja.
En als je op die vacuümbuizen zonnecellen legt, dan heb je stroom over als je aan het eind van de rit bent. Ja, en dan jaag je de mensen in en aan. Wim, we rijden hier in Nederland allemaal niet elektrische treinen. Dus die stroom die we voor die elektrische treintjes nodig hebben, daar kun je ook een heleboel in opwekken. Dus dat zie ik wel. Maar daarom zeggen we ook bewust, kijk nou eens naar het grote scheepsverkeer, naar het grote vrachtverkeer. Daar zit nog geen som tussen. Nee, maar ook dan kan je zeggen, op het totale omvang van de elektriciteit, van de energie is het niet zo. Ondanks het feit dat de wereldbevolking groeit en er daardoor dus meer vracht en meer verkeer zal zijn, meer vliegtuigen. Maar er komt gewoon een goedkoper alternatief en dat werkt als een magneet op een aantal van die dingen. En die vliegtuigen zijn de laatste die omgaan en die grote tankschepen zijn de laatste die omgaan. Weet je wat de conclusie is? De vraag naar energie neemt enorm toe. Ja. En het zal dus inderdaad voor een groot deel ook komen uit exponentieel groeiende zonne. Energie en wind en water. Maar aan de andere kant hebben we dus dat enorme momentum wat erin zit met die honderden miljoenen autootjes. En die kun je voorlopig gewoon niet wegdenken. Wat ik nu koop, rijdt misschien over 15 jaar nog ergens, en 20 jaar nog ergens. Die dingen zijn heel degelijk. Ja, dat ongelooflijk. Maar daarvoor zijn er zoveel bronnen. Maar dan heb je waarschijnlijk wel een kans dat er dus minder geïnvesteerd wordt in nieuwe installaties van de olieindustrie. Omdat men natuurlijk met de bestaande installaties. Nou, en zeker met deze prijzen wordt er minder geïnvesteerd. Precies, dus uiteindelijk blijft het gewoon een hele tijd naast elkaar bestaan. Ja, dus dan krijg je gewoon eigenlijk twee parallele trajecten. Ja. Maar Wim, jij hebt ook al eerder gezegd, die olie kan heel goed gebruikt worden als grondstof voor het 3D-printen. Jazeker. Ja, ja, kun je daar eens iets meer over vertellen? Nou, kijk, dus, we zitten natuurlijk te zoeken naar alternatieven op andere terreinen. De bouw is een van de minst innovatieve sectoren overal in de wereld, ook in Nederland. Daarvan zie je dat het 3D-printen opkomt. Ook weer met name in China. In Nederland hebben we dat nog nauwelijks van de grond gekregen. Maar het begint langzamerhand natuurlijk, want die apparatuur is overal te koop. Maar dat betekent dat je als je met 3D gaat printen, dan bouw je dus voor 10 jaar... voor 15 jaar en daarna breek je het weer af en daarmee kan je al die apparatuur kan je zo in de elektriciteitscentrale en dan maak je er energie van. Mm-hmm. We noemen het wel eens een keertje de brandstof twee levens geven. Yeah. En dan is het eerste leven voor de bouw. Daar kan je dus hele woonwijken voor neerzetten die je veel goedkoper bouwt dan nu. Dus niet meer met steen en cement, maar met composieten, met plastic zou je kunnen zeggen, plastic uit olie. En men heeft wel eens uitgerekend dat als je de hele bouw in de hele wereld zou omzetten in 3D-bouw, heb je daar de huidige olieproductie voor nodig. Dus er zit een hele grote nieuwe markt voor de petrochemische industrie als ze in die componenten gaan zitten, omdat er een massale vraag gaat komen naar kunststoffen om in al die 3D-printers, zeker als we de grote vlakken gaan doen. Absoluut. Daar komt een hele nieuwe markt voor. En dat zit niet alleen in bouw, maar dat zit ook in allerlei andere dingen die je dan gaat printen. De auto, als je die auto ook gaat printen van kunststof. Nou, je hoeft niet per se te printen, hè, want je kunt in de bouw kun je natuurlijk van die kunststof, van die olieproducten, kun je fantastische schuimplaten maken, op elkaar stapelen. En ik was vorige week in Ulft en dan vertelde iemand dat er een heel huis daar nu gebouwd wordt. En dat is dan een demohuis en het is alleen maar kunststof. Daar zit dus kunststof van olie. Ja, natuurlijk. En dan kun je dat hele huis op elkaar stapelen. De prijs van het huis is een stuk lager daardoor. Hartstikke slim gedaan allemaal. En dan na verloop van tijd, als je het afbreekt, kun je het dus nog weer een keer energie van maken. Ulft heeft de potentie om daar een groot 3D-centrum van te maken, ontwikkelingscentrum. Okay. Wij hebben in Amsterdam hebben wij natuurlijk de wereldpers gehaald dat we daar het eerste 3D-grachtenhuis neer zouden zetten. Toen Obama in Amsterdam was, hebben we hem daar een bezoek laten brengen. Want ze hebben daar 2 vierkante meter hebben ze daar geprint. En toen daarna is de bouw stilgelegd, want het geld was op. Ik ben er laatst geweest, het viel me vies tegen. Ik denk, ik sta er al, maar... En nu is het een onderzoekveld geworden waar men hele leuke dingen doet. Maar dat heeft niets te maken met de verwachting dat die 3D-markt heel gaat. Als je dat dan zo ziet, dan zeg je dus eigenlijk, dan komt er dus een andere bestemming voor olie. Is de fusie van Shell met het Britse gasbedrijf verstandig of juist niet? Dat is een financiële vraag. Wat vinden jullie? Als je kijkt naar de energie... Het is verstandig als het financieel dus oplevert. Hè? Maar voor de rest is natuurlijk gas is fantastisch.
En die hebben daar zelf niet voor niks gezegd dat gas natuurlijk een mooie combinatie is. Ze gaan meer met gas doen, ze willen ook meer met gas gaan doen. En met gas, als je toch kijkt hoe Oost-Europa zich via gas onafhankelijk weet te maken van LNG, dus nu onafhankelijk weet te maken van de Russische gasleverancier. Kijk naar die Estland, Letland, Litouwen die daar met LNG bezig zijn. Dat is allemaal gas, gas, gas. Gas speelt een steeds grotere rol, is minder vervuilend dan olie, is dus hartstikke goed. Al dat soort dingen zijn prima, dus denk ik. Ja, dus we nemen nu afscheid van kolen, ja. Waar we dus de tweede Maasvlakte voor gebouwd hebben. Maar dat is even jammer. De volgende, daarna gaan we dus minder naar olie doen. Maar gas zal het langste leven hebben. Maar je kunt toch kolen nu ook al ondergronds vergassen? Die ondergrondse coal gasification. Nou, laten we zo zeggen. Je moet naar de kosten denken. Ja, alle berichten die ik lees duiden erop dat kolen is gewoon dood. En moet je in de grond laten zitten en moet je vooral niet meer aankomen. Precies. Okay. Ook maar gas is duidelijk anders. Gas is minder uitstoot. Ja. En gas heeft een hele goede prijs en daar kun je fantastisch leuke dingen mee doen. Maar het blijft fossiel. Dus het fossiele deel, het zal door gas waarschijnlijk heel lang nog blijven bestaan. Hoe zien jullie dan de toekomst van bedrijven als Shell? Dat zie je aan het aandeel. Dat is, dus ze hebben het nu heel zwaar natuurlijk vanwege de olieprijs. Hè. Dus allemaal, ja. Want dat is natuurlijk alleen maar gebaseerd op wat is vraag en wat is het aanbod. Ja. En als de vraag omhoog gaat en het aanbod naar beneden, gaat het Shell beter. Als de olieprijs hoger is, maken ze meer winst. Ja. Maar ze hebben nu al meer omzet met gas dan met olie. Ja, nu, maar het is allemaal fossiel. Dus als het vraag toeneemt van fossiele brandstof, gas en olie, gaat het Shell beter. Ja. He, en dan gaat het BP beter en dan gaat het allemaal beter. Wim, wat denk jij ervan? Nou, het is jammer dat ze in 2008 uit de zonne-energie gegaan zijn. En ik vind dat de mix, waar wij nu ook al aardig over aan het praten waren, de mix samen is erg leuk, omdat het twee hele verschillende grondstoffen zijn voor de energiemarkt, die met eigen eigenschappen, en samen kom je er dan heel ver mee. En als je dus als producent op een sector doet die het minst groeit, en je laat het andere zitten, dan ja, dat vind ik toch waarom een beetje jammer. Waarom doen ze het dan? Puur economisch belang. Ja, dus maar een economisch besluit genomen. Wat als nodig is, stappen ze er morgen weer in, hoor. Maar dat is net als in de retail. Een webwinkel is anders dan een fysieke winkel. Als je mijnbouw gestudeerd hebt, is olie en gas logischer dan energie uit de lucht. Laten we zo zeggen, ze zullen niks doen wat ze benadeelt. Dus die hebben daar op dat moment economisch geen brood in gezien. En hebben gezegd, okay, schappen even. En voor hetzelfde geld kunnen ze over 5 jaar zeggen, nou, dan stappen we er weer in. Ja. Het is een financieel bedrijf. En dan kopen ze misschien een bedrijf. Er is geld zat, dus dan koop je dat toch. Dus dan zou dat best kunnen. Tot slot, Wim, die tweede Maasvlakte. Jij zegt, hij is voor kolen gebouwd. Wat zou je er dan nu mee moeten gaan doen? Sluiten. Nee, we zijn er wel mee bezig. Men wil er ook weer een maar dan in dit geval voor duurzame energie een aantal zaken doen. Ik denk dat men van de tweede Maasvlakte een hele grote groothandel moet maken. Dat heeft men ontdekt bij de laatste crisis. Alle havens gingen slecht, maar de grootste aanbod was er in Rotterdam. Daar kon je alles krijgen. En die hebben het minste van de crisis geleden. En de wereld heeft behoefte aan een grote hub in Europa. Op het gebied van groente en fruit, waar ze heel groot in zijn en zo. Daar ben je dan op een gegeven moment de wereldmarkt, waar je voor iedereen heel snel dat kan doen. Dus je moet die handelsfunctie moet je gaan terugbrengen. Dus niet het containers doorzetten en verladen. Die containers moeten open. Daar moeten hele grote beurzen opkomen. Daar moeten hele grote festivals opkomen. En in Rotterdam komt de wereldmarkt van goederen bijeen. En daar gaan de containers open. En daar gaan de mensen dus... Ik moet even wat toelichten, want het is naar mijn antwoord. Met sluiten had alleen te doen met de kolencentrales bij de Maasvlakte. En niet met de Maasvlakte zelf, daar heb ik geen oordeel over. Maar die twee kolencentrales zijn de meest recente, de nieuwste. En die werden toen gebouwd met de mogelijkheid van capture and storage. Hè, dus de CO2 opslaan. En toen was Barendrecht was tegen of zo en het ging allemaal niet door. Ja. En dus spugen we daar ongelooflijk hoeveel CO2 uit. En dan denk je, hoe is het mogelijk, jongens, dat je dit op dat... Wie heeft daar een handtekening onder gezet? En de Eemshaven hetzelfde. We hebben gigantische kolencentrales gebouwd op het moment dat wij al lang wisten. En dat schrijven we ook in ons boek. Dat natuurlijk niet, dat is gewoon not done. Nee, dat niet gaat werken. Tot slot,
Wat ik zo gek vind, vandaag schrijft de IT-industrie in de kranten, wij willen kernenergie, want wij vinden zon en wind allemaal te volatiel. Groot artikel, de IT-branche vraagt om kerncentrales. Wat zeggen jullie daarvan? Absoluut, helemaal eens. Het is mensvervuilende wat we hebben. Ja. En we hebben dus allerlei nieuwe centrales die eraan, het Coatorium heet dat geloof ik, ja. Dat soort centrales, geweldige dingen. Maar wat doet Duitsland? Mevrouw Merkel, helemaal in mijn lijngang, bom, we gaan alles dichtgooien. Dan denk ik, waar haal je het in je hoofd? Kom dan in ieder geval eerst naar Europa toe en zeg, wat vinden jullie ervan? Maar nu zitten we met een krankzinnige Duitse situatie. Die moeten dus hebben committed om al die centrales te gaan sluiten. En dan komt de stroom uit Frankrijk en uit België en uit Tsjechië, waar veel oudere centrales staan. Met veel meer vervuiling. En dan... Hier zit toch iets helemaal... Maar het is, Duitsland heeft de laatste tijd de neiging om dingen alleen te doen. En zomaar ineens, populistisch bijna, hè, want het volk was toen tegen vanwege Fukushima... En daar krijg je dan ineens, we sluiten alles. Dat raakte niks. In feite was het wat mij betreft complete onzin. Wat denk jij? Nou, ik zie dat die strijd, of die zoektocht naar die inherent veilige kerncentrales gewoon doorgaat. Okay. En dat die technologie steeds beter wordt. En dat je dus nu allerlei vormen begint te krijgen. Dat je en minder radioactief materiaal nodig hebt voor die energie. En dat je het veel beter die processen kunt gaan beheersen. Nou, die moet je de kans geven. Ja, als nu zelfs Jeroen van der Veer, de vorige CEO van Shell, zegt dat de thorium MSR-centrale de allergrootste doorbraakinnovatie is van deze tijd, dan denk ik, nou... Ja, maar zo is het ook echt wel. Hè? Maar als jij, en het is hartstikke schoon, hè? Maar als jij Jeroen van der Veer noemt, dan moet je ook John Brown noemen van BP, die nu de grote voorvechter van zonne-energie is. Nee, zonder meer. Ze kunnen als ze dan niet meer betaald worden, en ze staan niet meer op de loonstook van het bedrijf waar we het over hebben, dan kunnen ze weer een vrije mening hebben. Maar dan hebben ze wel gelijk. Ja, ja, dat is waar. En uiteindelijk komt het dus allemaal best wel goed met die energiemarkt. Ik twijfel niet aan het feit dat energie dus inderdaad in de mate die we het nodig hebben ook beschikbaar zal zijn. En wat je nog niet genoemd hebt, is inderdaad, dat had jij ook kunnen noemen, deze week is het eerste hele grote project in Marokko geopend. Hè? Dus een solar farm die ze daar hebben in de woestijn. En daar komen er nog 3 of 4 bij, geloof ik. Hè? En dan zou je dus inderdaad via een hele mooie kabel, zou je dat met Europa kunnen verbinden. Dat soort dingen, dat zijn inderdaad, het is niet zo makkelijk als het lijkt. Hè? Je moet die dingen schoonhouden ook nog. Het valt niet mee hoor, in de woestijn. Je moet dus af kunnen spuiten, je moet water hebben. Er komt een heleboel bij. Marokko heeft het nu gedaan. En dat was Desertec, dat project waar Siemens toen de tijd ook bij zat. Nederland was ook betrokken. Dat is gesneuveld. In elk geval staat er ook nog wel, maar het gebeurt niet echt. Hè? Marokko heeft het nu gedaan. Met investeringen van natuurlijk, maar oké, hartstikke mooi. Daar zie ik dus inderdaad, stroom zal er volop zijn. Oké, helemaal goed. Dank jullie wel. Dames en heren, dit was de uitzending over de toekomst van olie en de hele rest van de energiemarkt. Dank jullie wel voor het kijken. Tot de volgende keer.